je bent de Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag is episode 3. En vandaag spelen we op Sovereign. En Sovereign vind ik echt een fantastische map van Free For All. En dat komt, ik heb een paar plekken waar je echt heel erg goed kan overleven. Vooral op één plek. En we spannen helemaal aan de andere kant. Precies aan de andere kant, dus dat is wel erg typisch. Ik ga heel even naar rechts lopen. Als je hier gelijk naar rechts loopt, dan spannen er mensen. Dat is ook een plek waar je heel vaak overnieuw kan lopen dat mensen spannen. Alleen, hier spannen niet zo heel veel mensen, want hier is maar één spanplek volgens mij. Dat is deze plek. En volgens mij is hij naar boven gerend of zo. Ja, dat dacht ik al. Hopelijk draait hij nou niet net om. Dat zou mij altijd overkomen dat die mensen net omdraaien op het moment dat ik erachteraan loop. En dit moet een easy kill worden. Gotcha. Mooi. Daar nog iemand? Even kijken de kans. Hier, als je heel dat zo zou doen, dan kan dat zijn dat er mensen spawnen. Alleen, het duurt soms net iets te lang. En er is maar één span die je in de gaten kan houden. In plaats van dat je constant op en neer loopt. Dus ik weet niet of we hier echt kunnen overleven. Ik zal even één keer kijken of ik jullie kan laten zien dat er iemand spawnt. Want die span is echt enorm slecht. Je kunt er gewoon inkijken en ze spawnen er alsnog. Dus, maar ik heb geen zin om constant zo te blijven staan. Dat is heel erg noob. Ik wil eigenlijk naar de andere kant. Weet je, ik kijk nog één keertje. En dan gaan we even hierheen. Oh, is dat iemand? Daar nog iemand? Hij liep weg. Hij moet oppassen. Als we daar een AK hebben, dan heb ik een probleem. Kijk maar, hier spant dan iemand. En dan kan het staan als ik zo doe dat hij er weer overnieuw spant. Maar ik zou daar iemand lopen. En dan moet hij snel weg. Want volgens mij heb ik al... Ik heb 4 kills. Shit, als ik nou dood ga, dan kan ik hem nog halen, weet je wel. Maar als ik nou 1 kill maak en dan dood ga, dan kan ik hem al sowieso al niet meer inkallen. Dus dat zou best wel jammer zijn. Oh shit, ik heb nou Blast Shield. Ik vind het knap dat ik die dan nog overleef, dat die IED. Want IED's zijn lelijk in het spel, jongen. Oh, verschrikkelijke dingen. Echt verschrikkelijk. Dat is met alles eigenlijk. Als je kijkt naar Call of Duty, dat is altijd iets wat kut is. Maar de volgende Call of Duty hebben ze iets wat erger is. Bijvoorbeeld waren Claymores en Betty's en zo. En nu hebben ze de IED. Nou ja, fucking lelijk. En dat was een sniper, dus ik pas eventjes op. Ik ga die kerel niet challengen. Hij moet naar mij te komen. In ieder geval, als je ook verder eens kijkt, is het nog grappiger. In Black Ops 1 was de RCXD. Iedereen haatte de RCXD. Wat denk je dat we in de volgende Call of Duty krijgen? We krijgen een Hunter Killer. Een vliegende RCXD. Heel leuk. Wat krijgen we daarna? We krijgen een fucking hond. Een hond. Nee, nee. Gilly Shoot Kind. Dat was de kereltje die ik net al in de gaten zat houden. Nou. Het zijn altijd dezelfde mensen die het voor mij verpesten. Altijd mensen met Gilly Shoot. Hij had geen sniper, dus ik had niet bang over zijn net. Maar ja. Dat weet je nooit met de Gilly Shoot. Dat vond ik altijd beter in oude Call of Duty's. Dan kon je zelfs aan de poppetjes zien welke wapens ze hadden. Dan kon je bijvoorbeeld zien, oh, iemand heeft een grenade launcher of light machine gun. Of in dit geval dus een sniper. Dan kon je dat zien aan het poppetje, want die had andere kleren aan. Dus dan kon je een beetje inschatten. Ik vond dat een goed iets. Alleen, dat is dus verleden tijd. Maar in ieder geval, we kunnen al geen camstrike meer halen. Helaas, helaas jongens. Weer een gefaalde episode. Maar waarschijnlijk vanaf volgende week, dan gaan de camstrikes gewoon uit de lucht vallen. Want ik heb mijn headset besteld. Het is de Astro A40, de Neon serie, de oranje. Met een mix amp. En ik krijg hem als goed is volgende week binnen. Ik heb hem gisteren besteld. Dus ik ben enorm benieuwd wanneer ik hem binnenkrijg. Ik kan niet wachten echt, want... Oh jongens, free for all en geluid, dat is gewoon perfectie. Dan kan het gewoon niet meer fout gaan. Dan ben je gewoon onoverwinnelijk in een tank. En ik wilde hier niet weg, maar ik spawn hier dan weer. En dan heb ik gewoon de neiging om constant weer dit te gaan doen. En die hond die gaat mij niet killen. Ik ben benieuwd wat die enemy nou deed. Ik weet niet of hij hier nog liep. Ja, hij loopt er nog. Snel zijn. Hoppakee, hier nog iemand. Ik heb een blast shield. Dat vind ik toch altijd wel heel erg fijn als ik daar in beeld zie staan. Want dan weet ik dat ik niet dood kan door IED's. Of in ieder geval de kans is vrij klein. Maar als je het niet hebt, dan is de kans vrij groot. Dus ik wil gewoon niet dood gaan door IED's. En ik loop toch eens door. Ik heb nou ineens de ingeving zo van, hier spant iemand. En ik heb hem gelijk ook. Zo chill. Gewoon weer constant doen. Nou, dat zal niet werken. Ik wou het zeggen. Wel terecht een keer wat bij de ghillie shoot. 16-1. Dit is stom wat ik nou ga doen. Dan pak ik een andere route. Moet je eigenlijk nooit doen. Ofwel, constant omdraaien. Want zoals je ziet, er spannen echt constant mensen. Die spawns, jongen. Als je dat in dit spel uit je hoofd kent, dan ben je gewoon een tank. En dan kan niemand jou eens maken. En dat is vooral met Free For All. Als jij Free For All speelt en jij kent het, dan heb je echt wel een 5KD. Dan is dat niet moeilijk. Als je alleen Free For All zou doen, dan tenminste. Alleen het probleem is dat je niet zo heel veel kills kunt maken. Je moet gewoon heel veel potjes spelen om je KD mode te krijgen. En ik heb het idee, iedere keer als ik weg wil lopen, dan heb ik zoiets van, weet je wat, er spawnt iemand. Dat heb ik de hele tijd. Dus ik ga gewoon weglopen, want anders blijf ik hier weer. En ik heb geen zin om hier te blijven hangen. En er was iemand hieronder. Ik zag mijn aim blijven hangen. Moet ik heel snel zijn, nou zit ik dan echt weer in mijn rug. Oké, leuk.
Je kijkt hoe ver dit ding schiet. Het is echt een submachine gun, maar die range van een assault rifle. Ik ga hier sowieso nog een video over maken, want dit wapen is echt het meest underrated wapen. Dat blijf ik zeggen, en dat is echt zo. Dus waarschijnlijk morgen of overmorgen maak ik daar wel een video over. Want je moet hem echt proberen. En dan sowieso met grip, want de fire rate is zo hoog dat je wel grip moet gebruiken. Maar verder is de silencer en grip vind ik een perfecte combinatie. En dat is hoe ik hem gebruik. En iemand houdt voor campen daar. Ik heb trouwens nou zo'n perk en dat mijn kogels sterker kunnen zijn. Dus dat is wel fijn. Het is net 20 op 1. Kijk hoe chill ik aan het spelen ben gewoon. Dit is zo fijn in het spel. Gewoon free for all is nul frustratie. En ik heb nou zo'n field order, maar ik ga er niet inkallen bij 20 om 1. Want laatst had iemand al gezegd dat ik meer field order shit moet doen. Dan kan ik misschien ook nog wel 7 maken, zelfs als dat heel leuk is. Waar was jij? Ah, achter mij. Ja, dit wist ik niet. Ja, dit zijn bijvoorbeeld momenten. Als ik een headset had gehad, was ik nooit doodgaan op het kind. Hij had geen dead silence. Hij zit te springen. Nou, zulke dingen die hoor je normaal gezien. Maar ja, als je geen geluid hebt, hoor je dat natuurlijk niet. Dus dat is een beetje jammer. Dat was easy kill. En daar moet ik oppassen, want iemand die is wel aan het inlopen met 19 kills. Ik ben wel allemaal lekker relaxed aan het spelen, maar ik moet wel winnen natuurlijk. Hem had ik. Ik hoop dat ik dit ding kan inkallen hier, want de kans is vrij klein dat ik daar dat ik niet eens heel veel enemies op af krijg. Er zijn net allemaal mieren die ineens op de siroop afkomen ofzo. En dat was easy kill, dan moet ik oppassen. Want hier. Nee? Oké. Okay. Hey, handig. Dit is geen campstrike voor de mensen die denken campstrike. Dit is iets anders. En dan moet ik even snel terugrennen, want de hele tijd ben ik bang dat ze daar gaan spawnen, omdat ik daar zo vaak kills heb kunnen maken. Zal het ook vaak gebeuren dat ik daar dood ga en... Oh, ik heb dubbelkill, juist! Als je dat ding inkalt, dan komt er al die smoke, zeg maar. Dan gaan die dingen ontploffen, die barrels. Dan dacht ik al van, pas op, dan ga ik zelf dood door mijn eigen barrel. Zal heel erg dom zijn. En we gaan even in het middelste gebouw kijken. Misschien niet slim. Maar ik moet wel kills gaan maken, want die kerel loopt echt ver in. En misschien dat ik hier ergens enemies kan maken. Dat lijkt me sterk. Kills kan maken of enemies kan killen. 1 van 2 en hoppakee. Gelukkig zie je die kleuren dan van die namen, anders was je echt fucked. Maar je ziet eigenlijk helemaal niks, behalve dan die namen. Je moet heel goede ogen hebben, zo'n goede ogen heb ik ook weer niet. Ik heb mijn ogen ooit laten testen, dus mijn ogen zijn goed genoeg. Het is niet zo dat ik het niet kan zien, want ik heb eigenlijk heel goede ogen, dus. Het is niet dat je dat zegt van Dennis, je ziet gewoon niet goed. Het kan zijn dat het door de jaren heen zo verslechterd is, wie weet. Nee. Nou, ik kan zeggen, ik ruilde ook mijn eigen wapen in. 27-2, kijk hoe chill dit is, jongens. Waar zitten jullie? Sowieso hier. Hallo, 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 hallo. Nee, echt hier? Oké, niet. Hier naar beneden, ik weet zeker als ik hier naar beneden spring. En ik loop hier naar links, dat daar iemand spawnt. No? Nou, nah, dat is jammer. Als dat echt was, dan was er wel baas geweest. Ja, kijk die kerel inlopen, jongens. Hij staat nog maar 3 kills achter en ik moet er 3 kills maken. We gaan deze kant erop. We gaan weer naar de andere kant van de map. Iedere keer loop ik dezelfde route, want dit vind ik het fijnste. En hier zijn meestal de mensen, alleen dan ga ik tot het dood. Of de hele tijd, ik ben 2 keer dood gegaan. Dus niet de hele tijd. Maar dit is eigenlijk waar ik nou heen ga. Waar ik nou heen aim, daar loop ik eigenlijk altijd. Hier overleef ik normaal gezien altijd. Alleen, nou blijkbaar niet. En ik moet nog 1 keer... Nee! Weer een hond! Fuck! Nee! Waar komen die beesten vandaan? Echt, fuck die honden. Fuck die honden. Oh, leuk campje. Ah, oh, ja, ga ik dood. Nou ga... Ah, oh, wauw. Dan ga je ineens 3 keer op rij dood of zo, weet je wel. Dat is zo leuk in het spel. Ah, 4 keer op rij of zo, weet ik hoeveel. Fuck dit spel, echt. Ik leg mijn controle neer, fuck hem, ik stop mee. Nee, wat is dit, jongens? Ik ga dood. Niks aan de hand. Ik ga dood door een hond. Heel leuk. Ik span nog een keertje, ik ga nog een keer dood door een camper. En ja, jongens, hey. Hey. 30 om 5. En dan sta je de hele tijd 27 om 2 of zo. Ja, dat is een beetje jammer. Maar ja, dat is dus met die IEDs. Daarom speel ik normaal gezien altijd met flak jacket. Of nee, het is geen flak jacket. Het is, hoe heet die perk? Even kijken. Blast shield, dat was hem. Speel ik bijna altijd mee in mijn standaard setup. Zodat ik niet gelijk alweer dood ga door een IED. Want zoals je ziet, ik ga altijd dood door dingen. Die dingen zijn fucking gay. Dus alsjeblieft, gebruik ze gewoon niet. Nu, ik hoop dat je het leuk vond. Als je leuk vond, laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En als jullie mij willen volgen op social media, zoals... Twitter, Facebook of Instagram, die links staan in de beschrijving. Kun je altijd even checken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Houden we.